Niet. Ik heb de omroep nog niet gehoord. Het zal misschien wel aan mij liggen. Yuko Kawaguchi en Alexander Smirnov. De routiniers die zoveel medailles al gewonnen hebben. Maar niet zo heel veel goud. En dat deden ze wel in januari van dit jaar. Europees kampioen werden ze. Drievoudige tolop in serie met nog een drievoudige tolop. En die wordt dubbel bij hem. Dubbel Axel. Komt hij, denk ik, de geworpen viervoudige Selshoff met de hand aan het ijs en overdraait. Maar ze hebben het geprobeerd. Eenvoudige twistlift. Ze moet dieper bij die dode spiraal. Hier was ze niet diep genoeg. Geworpen drievoudige Rietberger.
Tja, en zo goed en zo fantastisch zelfs zoals ze waren op de Europese kampioenschappen vandaag, konden Yuko Kawaguchi en Alexander Smirnov het niet waarmaken. Er zaten meerdere fouten in deze kuur. En op een gegeven moment had ik het gevoel, ja jongens, het loopt gewoon niet. En toen zat ik al van met mijn hoofd te schudden. Ja, voor die voordat ze de Rietberger ingingen. En die ging dus meteen de mist in. Want je voelt dat het nergens niet lekker loopt. Ze zaten er niet goed in. Ook niet perfect in de muziek. En dan stapelen de fouten zich als het ware op. Heel raar is dat het de ene dag is de andere niet. Zo goed waren ze ook in de korte kuur, maar vandaag nee. En is het dan toch de spanning die je opbouwt door die viervoudige geworpen salchow te doen, die dan misschien niet optimaal gaat? Ja, ik weet het niet. Daarna is het een soort van leegloop, ik weet niet wat het is. Ja, en zij hangt daar wel heel veel aan, hè? Ja. Dat hebben we in het verleden al gezien. Mm-hmm. Zij is zo gebrand op die viervoudige. Kijk, hier was al de eerste fout, want hij deed de tweede sprong dubbel, terwijl zij hem drievoudig deed. Weer zo'n kantjeboord element. Weer zo'n carry on the back bijna. Goed, de lifts die waren uitstekend, daar was ze niets op aan te merken. De twistlift was ook gisteren iets beter. Een geworpen drievoudige Rietberger, dat was dus het probleem. Ze was te laat met openmaken. Peter Tchernyshov, de choreograaf, slaat het gade. Ja, de techniek hadden ze 11 punten al verloren. Er komt nog een punt bij van de val. Ja joh, ze staan op sowieso de Chinezen, maar op 2 punten voor. Nou, dat is natuurlijk niks. Ja, die hadden heel goed gereden, ook hoge components. Dan moeten we echt nog verder gaan kijken naar Tarasov Amorozov. Ja, kan die staan vandaag, op de tweede plaats. Je kan ze vandaag ook niet zo hoog in de components geven. Want die fouten hebben dus hun invloed op de uitvoering. Zeker op de performance, ook op de interpretatie. Tarasov Amorozov stonden 4 punten achter. Ja, daar verliezen ze het misschien ook wel van. Nou ja, misschien in de components nog net niet. De komende seconden zullen dat uitwijzen. 198,5 punt was de score van hun landgenoten. Tarasov Amorozov. Oeh, houden ze nog net daarvoor, hoor. Een halve punt. Een halve punt. Maar ik had het eerder aan Tarasov Amorozov gegeven vandaag. Daar komen ze goed weg.